Hoi, mijn naam is Carolien. Ik kom uit Remmunk. Dat ligt in Midden-Limburg in Nederland. In de provincie Limburg. Ik ga dus eigenlijk dialect. Dat is mijn eerste taal wat ik heb geleerd. Ik ben dus opgegroeid ook. Geboren in Sittard en opgegroeid in een klein dorpje bij Remmunk in de buurt. Dus tot mijn vierde jaar heb ik alleen Limburgs gekald of geleerd. En pas vanaf dat ik naar school ging, vanaf 5 jaar heb ik Nederlands geleerd op de school. Maar toen zijn we altijd en nog steeds kalouder in het dialect. En ook met Frung en met ooms en tantes. En kalouder ook allemaal samen in het dialect. En dat is voor mij eigenlijk veel gemakkelijker om in mijn eigen dialect te kalouderen dan in het Nederlands. En ik kal hier in het dialect. Ik vind het heel mooi en speciaal. Vooral als je in het buitenland bent en ook een andere Limburger ontmoet. Dan heb je dat toch een bepaalde band. Sneller dan met Nederlanders. Ik vind het heel fijn dat ik Limburgs heb geleerd. Ik ben hier in Bratislava. Ik ben hier met heel veel lui uit de hele wereld die ook talen leren leuk vinden. Ik ben hier nu mijn derde keer bij deze Polyglot Gathering. Ik ben een amateur, want ik ben pas 2 jaar geleden begonnen. Toen heb ik ontdekt dat ik talen leren leuk vind. En heb ik ontdekt dat het niet op de traditionele manier moet per se. Maar dat ze ook zelf talen kunnen leren. Alleen moesten die juiste methode vinden. En hier doe ik heel veel inspiratie op en heel veel motivatie vooral. Heel veel speciale lui met heel bijzondere achtergronden allemaal. Heel veel talen spreken ook. Ik had gedacht dat ik het misschien intimiderend zou vinden toen ik voor het eerst kwam, maar dat was totaal niet zo. Iedereen is heel erg open en de kans met iedereen kallen, maar niet uit of het een hyperglot is of niet. Het is een heel fijne sfeer en super interessante lezingen ook. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van mijn jaar nu al, de derde keer. Ik vind het echt geweldig. Ik kan het iedereen aanrooien dat je ook maar iets interesse hebt om een taal te leren. Dus ik zou zeggen, zoek het ook eens op, want het is echt geweldig. Ik ben nu net afgestudeerd. Ik heb internationaal watermanagement studie afgesloten. Sinds 2 maanden geleden. En nu wil ik hier van mijn vrije tijd genieten, in mijn hobby's investeren, onder andere talen. Ik ben nu met Russisch bezig. Ik zou hier een langere reis willen maken. Dat kon ik waarschijnlijk in de herfst doen. De Trans-Siberië Express. Dus vooral nu van het leven genieten en voordat ik op zoek kan naar een baan. En hier doe ik heel veel ideeën eigenlijk ook op. Iedereen heeft hier een andere achtergrond en niet een traditionele levensstijl. Dat vind ik hier ook heel leuk om te zien wie het ook kan, wie het anders kan. Dat is een beetje mijn verhaal. Dat is het.